Ik hoef mezelf niet eens te introduceren, je weet inmiddels wie ik ben. Luister, laat me gelijk beginnen. Ik lanceer bij deze een universele Yuma pam pam. Ja? Wat deze gozers hebben gedaan, kan gewoon absoluut... Laat me die foto laten zien. Lukwan Kaja. Hey mensen, het is 2019. Inmiddels moeten jullie snappen dat jullie bepaalde dingen niet kunnen doen. Dit kan gewoon niet door de beugel gaan. Ik ben maan, ik ben boos. Eerst had ik het niet eens door. Op dit moment gaat deze foto viral, toch? Ik dacht, ik let niet op. Ik dacht, ai? Huh? Wie is deze witman selectie? En op een gegeven moment kijk je goed bij. Kijk goed naar die foto. Waarom moet je anno 2019 nog met blackface bullshit komen? Wanneer gaan jullie snappen dat het gewoon niet meer kan? Het kan niet meer, snap je? Jullie zijn koude sportmensen. Waar is de sportiviteit in dit? Waar is het respect in dit? Op het moment dat jullie komen toch, hè? Dat jullie het lef hebben gehad om de Surinaamse vlag, onze identiteit te pakken. En vervolgens het dusdanig een draai te geven dat die hele respect weg is. Waarom doen jullie dit? Waar is jullie trots? Waar is jullie besef? Jullie staan met 11 man op die koude foto. Werkelijk 10 daarvan hebben dat tenue aan. Ja, die andere sombololi met zijn paarse shirt is niet in tenue. Maar in ieder geval, met 11 man staan jullie op een foto. Jullie ontzettend jullie zelf gewoon belachelijk te maken voor datgene wat jullie hebben gedaan. Misschien is er nog een 12e bij waar iemand heeft die foto genomen. En niemand heeft jullie fucking geremd. Niemand heeft jullie gestopt. En Blakasma Surinamers, worden jullie wakker. We leven in een land, we leven in een tijdperk dat mensen nog steeds denken dat ze met gekkigheid ervan door kunnen gaan. Word wakker. Collega's, buren, wie je ook kent. Iedereen die denkt dat ze brutaliteit kunnen maken. En ondertussen hebben ze lachend onze identiteit, onze cultuur aan hun lichaam. Gaan we aanspreken. En we gaan ze fucking blazen, want dit kan gewoon niet. Ik ben echt manie, hè. Mooi moskee naar die foto. Dacht ik van, ai, is vet. Tegengelegenheid waarvan is dit? Want ik ga je eerlijk zeggen, die outfit is keihard. Het is keihard, ik weet niet waar ze het vandaan hebben gehaald. Waar, dat is met witman toch, ze zijn hoppie creatief. Maar dan ga je met een blackface op een foto. En niemand die ze stopt, niemand die ze remt. Dan zie je dat het ontbreekt aan intelligentie. 11 man, 12 man sterk. En het niveau van intelligentie is nog steeds niet voldoende om te zeggen, weet je wat, deze foto kunnen we niet maken. Die blackface moet eruit. Ga je koude gezicht wassen. En kom op een foto met respect. Respect moet hier zijn. Mensen moeten worden aangesproken op hun gedrag. Dit is het gedrag wat we niet meer accepteren. Dan heb je ook nog het lef om deze foto de wereld in te lanceren. Dan kijk naar het tijdstip. Ja? December komt eraan. De hele Zwarte Piet discussie is al jaren aan de gang. Al jaren zijn we bezig om onze waardigheid en dignity rechtvaardig te krijgen. Snap je? En heb je nu het lef in deze periode deze foto te lanceren? Kaba! Met alle respect, een universele maar pam pam voor jullie. Hé, hey, het universum kijkt mee. Wat je zaait zal je oogsten. In ieder geval oogst je die bron, snap je? De boosheid van heel veel donkere mensen, in ieder geval de Surinaamse gemeenschap, op je af. Jullie moeten respect tonen. Je gaat niet een tenue aantrekken. Van een kondre van een land, het is niet erg een tenue. Had het met rood-wit-blauw gehouden. Van een land wat Nederland ook heeft gemaakt. Nederland rijk heeft gemaakt. Op onze rug hebben jullie die white privilege. En dan ga je je als sportman zo misdragen. Ik weet niet voor welk team jullie voetballen, maar dit moet consequenties hebben. Als ik jullie coach was geweest, misschien zit die coach op jullie level. Waar niemand heeft ingegrepen. In ieder geval, er zouden consequenties moeten zijn vanuit de voetbalbond waar jullie zitten, waar jullie werken. Ik wil dat iedereen in jullie omgeving, want het zijn 11, 12 man sterk, dat elk donker persoon die jullie kent, je aanspreekt. En het zit niet of het 1 keer, 20 keer of 20.000 keer, jullie moeten de gevolgen voelen voor wat jullie gedaan hebben. Want dit is fucking disrespect. Ook ik ga mijn stem laten horen. Ja? Ik ben een blakke man, ik ben een Surinamer. Dit kunnen jullie niet doen. Rem, stop dat ding. Anno 2019 moet het nu klaar zijn met deze bullshit. Is echt pak, mensen willen pak slaag.
Hey, ik ga niet zeggen, deel dit bericht. Je weet wat je moet doen.